Oké, dan checken we even de rek zo. Flexibiliteit. Er is vandaag een pakket binnengekomen. We gaan eens kijken wat we hebben gekregen. Dit zijn de luiers die we gaan testen. Eigenlijk overduidelijk. Zijn dit zwemluiers voor baby's van 6 tot 12 kilo. Wat voor luiers gebruikten jullie vroeger met zwemmen? Ik heb wel zwemluiers gebruikt, alleen van een ander merk. En ik moet je wel zeggen, die waren aan zich ook prima. Alleen, deze zijn gewoon goedkoper. Ik wist niet eens dat ze bestonden, zwemluiers. Niet? Nee. Oh, jawel. Dat nou, hadden ze vroeger niet. Mag mama openmaken? Ja. Oké. Okay. Gaan we ze openmaken. Nou, dat gaat makkelijk open. Ik zal er even eentje uithalen. Oh, dat gaat echt ideaal. Er zit een flapje bij, dat hij weer dicht kan. Dat is wel handig. Zullen we er eens een uitpakken? Wil je er ook een? Graag. Ja. Dit is de luier. Hij rekt goed mee, hij is best wel breed. Het is het kleinste maatje. Het heeft een grappig designtje. Superleuk met sterretjes. En een mooie ster en een octopus. Ik vind hem wel echt schattig. Hij is super schattig, toch? Die schelpjes. Ja, een heel leuk designtje. Ik vind hem gedaan. Wel wat meer op jongens gericht. Ja, dat vind ik ook. Wil je dit testen? Ja. Ga meteen doen dan? Kom maar. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet zo goed wat de voor- en achterkant is. Dus even kijken of het duidelijk is wat de voor- en achterkant is. Ik gok dat dit de voorkant is en dit de achterkant. Ik denk dat de oranje kant de voorkant is. Maar wist je wel dat er hier een bek op stond? Oh. Voor de achterkant? Nee, dat heb ik ook niet door. Gezien. Nee. Dus het staat er gewoon op. Oké, dan checken we even de rek zo. Flexibiliteit. En het is ook fijn dat dit rekt wel echt goed mee, maar er die zit beentjes, ook nog een hè? Randje aan, dus mochten ze iets groter in doen, ja, dan gaat het er ook een elastiek randje nog he, bij het beentje hier op zich. Gaan we eens passen bij de kleine jongen. Het is wel fijn dat hij zo breed is, dan gaat hij heel makkelijk zo onder beentjes heen. Voetje voor voetje erin. Andere voetje. Glijdt lekker over zijn billetjes heen. Ja. Zit als grote. Zoals je ziet past hij wel mooi. Ik voel of er geen rare randjes aan zitten of iets. Hij sluit goed aan, hij zit niet te strak, dus hij knelt niet af. Nou, het voelt eigenlijk wel mooi. Kijk, zo zit hij mooi aan. Even de achterkant laten zien. Het past allemaal heel goed. Eentje. Lekker. Gebruiken jullie met zwembroekje of zonder? Ja, ik deed eerst wel met zwembroekje, omdat het gewoon hip was. Alleen ze hebben zo'n leuk designtje dat het eigenlijk niet nodig is. Ja, ik doe bij mijn dochter wel een badpakje eroverheen. Vind ik wel leuk. Het is ook veel makkelijker als ik heel eerlijk ben. Gedoe allemaal. Ja, en het is ook wel leuk dat er een leuk printje op zit dan. Maakt het ook zeker wel leuker om aan te doen. We zijn het zwembad ingedoken met kast. Bloed blijft super mooi zitten. Naar mijn idee nog niet volgelopen, maar dat gaan we straks zien als het water uitkomen. We gaan even lekker zwemmen met hem. Ja, mijn dochter heeft nu de zwemleier aan, maar het voelt goed aan. Zit het lekker? Vond je dat hij veel water op nam? Ik helemaal niet. Nee, ik vond dat hij echt... Nee? Oh ja, ik wel. En even kijken of deze goed zijn werk heeft gedaan. Hij is nat, uiteraard. En de luier is... hij is niet volgelopen, dus dat is fijn. Ze zit niet met een hele volle luier aan. Toch, Noeitje? Ik kan hem even uitwringen. Nou, er komt inderdaad nog wat water uit. Niet superveel, vind ik zelf. De luier die heeft, wat mij betreft, prima zijn werk gedaan. Je zou hem eventueel ook nog uit kunnen knijpen en drogen en hergebruiken. Hiervoor had ik een ander merk. En als ik die uitdeed, dan had ik echt zo'n zak. Ja, dat had ik ook. Ja, dat had ik nu niet. Oh, nee? Ik had dat ook helemaal. Hij heeft er bij jou geplast. Ja. Lekker, ik heb hem uitgeknepen. Ik ook. Ja, ik heb hem ook uitgeknepen. Ja, ik vond hem niet ik vond het echt heel erg meevallen, hoeveel vocht erin zat. Ja, vond inderdaad. Ik ook. Hoe heb je hem uitgedaan? Gewoon zeg maar zo naar beneden gedaan. Ik heb eerst even gecheckt of er geen poepje in zat. En dat heb ik gewoon zeg maar als een broekje uitgedaan. En dat ging prima. Ja, ik heb wel echt zo lopen trekken. Je kan ze gewoon open. Ja, je kan hem open scheuren. Want ik dacht, als er nou wel wat aan zit en ik trek hem zo uit, dan ben ik toch wel bang dat... Het is wel een stuk schoner, want anders zit het over die benen en alles. En dan is het super goor. Dat nu, is echt heel goor, ja. Dit is veel handiger, ja. Echt. Zit de luier ook goed? Dit is een lekker, hè? Dus prijs-kwaliteit,
vinden jullie? Ik vind het goed. Ik vind het ook echt top. Ik ben voor en ik zou deze zeker nog een keer kopen. Ja, ik ook. Wat bij mij echt de doorslag gaf was de prijs. De luier is wat mij betreft goed door de test gekomen. Eigenlijk vind ik het een mooi en goed product. En ik ben er eigenlijk wel heel blij mee. Nou, iedereen is tevreden. Ja. Oh ja, nou kijk. Superleuk. En die prijs doet het ook gewoon. Ze zijn gewoon fijn. Ze zijn gewoon fijne luiers. Klaar. Eerlijk is eerlijk.